Hallo Mario makkers, ik ben Rikus op mijn gameplay en welkom bij waarschijnlijk de finale van Mario Kart DS. Ik moet nog een paar missies halen, binnenkort komt er nog een XXL gameplay waar ik alle levels nog één keer speel en dan is het voorbij met de pret. Super jammer, want deze game is oprecht heel erg leuk om te spelen. Waarschijnlijk ga ik het nog wel eens uploaden. Als ik opeens geen idee heb wat ik moet uploaden, denk ik nou, dan een lekker mal spotje Mario Kart. Waarom ook niet? Ik speel de game ook best wel vaak in livestreams, want de game is super chill. Weet je wat nog meer super chill is? Vriendschap verzoeken van bloedmooie dames op Facebook. En dan denk je, hé, dit is fantastisch, mijn leven is fijn. Allemaal mooie dames willen vrienden met mij zijn. Nou, dat valt best wel mee. Eigenlijk altijd als ik vriendschapverzoeken krijg op Facebook, zijn het mensen met heel veel gemeenschappelijke vrienden. Vrienden van vrienden, zusjes en broertjes van etcetera etcetera. En zelfs als kijkers mij toevoegen, heb ik vaak 10 gemeenschappelijke vrienden, omdat ze de rest van Nederlands YouTube wel op Facebook hebben toegevoegd. Dus eigenlijk, als ik vriendschapverzoeken zie met mensen met 0 gemeenschappelijke vrienden, is er meestal iets aan de hand. En dat is ook zo. Deze dames zijn veel te knap om opeens eventjes met mij te willen chillen op Facebook. Dus accepteer ze niet. Waarschijnlijk heb jij ze ook. Of het zijn echt supermodellen die ik aan het weigeren ben momenteel. Het zit namelijk zo. Ze doen 2 dingen. Of het is een bot. Gewoon een nep-account. Alleen ja, een nep-account zonder vrienden, dat is verdacht. Dus heel veel van die nep-accounts voegen automatisch gewoon zoveel mogelijk mensen toe. Als je dan accepteert, heb je op een gegeven moment een nep-account met 500 vrienden die af en toe post. En dan is het redelijk een echt account. Accounts zonder vrienden komen redelijk nep over. Dus pas op, als je toevallig geen vrienden hebt op Facebook, denken mensen straks dat je nep bent. Maar dan word je eigenlijk gewoon misbruikt door een bot voor een beetje extra echtheid. Maar dat is eigenlijk de beste situatie. Als bots dat met je doen, moet je blij zijn. De andere situatie is, je volgt de bot toe als vriend. En weet je wat vrienden mogen doen? Die mogen posten op jouw Facebook timeline. Weet je wat die bot vervolgens op jouw Facebook timeline gooit? Reclame, reclame en nog meer reclame. Dus, boodschap van de dag. Hete dames op Facebook, sorry, ze willen niet je vriendinnetje zijn, maar ze willen je wel graag een nieuwe iPhone aansmeren. Over Facebook reclames gesproken, ik zag weer eens een super stom filmpje op Facebook. Het ging namelijk over helium bier. Een biertje dat je drinkt, met helium erin. Het idee is dan dus dat je zag 2 mannen, die namen een slokje van het heliumbier. En weet je wat er vervolgens gebeurde? 3 keer raden, het was heliumbier, ze kregen een hoog stemmetje. Dus ze dronken het heliumbier, kregen een hoog stemmetje en vervolgens waren ze de hele video lang aan het lachen met oh mijn god, dit heliumbier is echt het beste ooit. Die video had 11 miljoen weergaven, dat is zo'n beetje de helft van de weergaven die ik op mijn hele YouTube kanaal heb. En het is fake as fuck. Maar ja, dat weet Facebook niet, de hele reactie stond vol met wow, waar koop ik dit coole heliumbier? Dat ziet er echt super leuk uit. Het zag er inderdaad super leuk uit, maar het is hartstikke nep. En ik vind het dan jammer dat zoveel mensen niet zelf kunnen bedenken dat het nep is. Het heet iets genaamd logisch nadenken. Een deel is natuurlijk scheikunde, dat is dan de kant waarop ik meteen denk het kan niet. Maar een deel is ook gewoon logisch nadenken. Heb je wel eens zo'n heliumballonnetje gedaan? Zeg maar, een paar seconden nadat je de helium inademt, dan heb je al het heliumstemmetje niet meer, want de helium gaat weer uit je longen. Helium is lichter dan lucht en daarom reageert het dus anders op je stembanden, waardoor de klank verandert. Maar ja, je ademt die helium ook weer uit, blijft niet gewoon in je longen chillen en dan wordt je stem eigenlijk binnen een paar seconden weer normaal. Nou is het ding vooral wat je moet bedenken, als je helium bier drinkt, bier met helium erin opgelost, dan komt het bier in je maag. En dan moet het van je maag opeens weer omhoog naar je longen toe. Ik kan je vertellen, je longen en je maag zijn niet redelijk makkelijk met elkaar verbonden. Dat is al het eerste punt waarvan ik denk, dit moet iedereen snappen. Maar een helium sigaret zou nog realistischer zijn. Ondanks dat het ook dikke bullshit is. Andere problemen zijn, helium is een gas. En sommige gassen zoals zuurstof lost heel goed op in water. Dat is hoe vissen ademhalen. Omdat zuurstof naast de lucht ook nog eens in water zit. Maar een heleboel andere gassen, waaronder helium, lossen niet op in water. Dus ja, je kan niet helium in water stoppen. Als dingen als gassen niet oplossen, kan je natuurlijk ook als vloeistof erin stoppen. Het probleem is dat helium is vloeibaar bij iets van 2 Kelvin. Dus min 271 graden Celsius. Als je een paar druppels helium in je biertje doet, verandert je bier in 1 groot blok bruin ijs. Dat werkt ook niet. Nou, ik heb al je dromen verpest. Geen moeite. Heliumbier is een leugen. Vertrouw de overheid niet. Eens even te denken, nog meer reden om heliumbier niet kan. Nou ja, stel je zou helium kunnen oplossen, is het veel te weinig. Met een heliumballon heb je echt een paar seconden aan helium shit. Maar als je het in een biertje doet, zeg maar, het is ook niet alsof je van een colaatje opeens heel erg die bubbels in je longen krijgt. Ook al zou je helium kunnen oplossen en het zou op een magische manier je longen ingaan, is het veel te weinig helium
Verder moeten we rustig aandoen met de helium. Helium raakt op. Het is namelijk een element en niet zozeer een molecuul. En het is lichter dan lucht. Dus op het moment dat je helium uitademt, gaat het zo weg. En we kunnen het niet maken, want het is een element. En het is kut, want heel veel wetenschappelijke apparatuur werkt op helium. En binnenkort hebben we geen helium meer. Dat is kut. Vooral heel veel ziekenhuisapparaten van die grote magneetscanners waarmee ze kijken of je bijvoorbeeld kanker hebt en dat soort dingen. Die werken vaak met vloeibare helium om die magneten te koelen. En dat hebben we dan niet meer. We hebben ziekenhuizen daar vast wel een idee voor. Ik alleen niet, want ik ben geen ziekenhuis. We zijn even lekker aan het vechten bij deze bossfight. Het is de Big Bomb van Super Mario 64. Wat een schatje is het toch ook, hè? Hij dropt af en toe itemboxen en er zitten dan bommen in en je moet je omgooien. Want ja, we weten allemaal dat je bommen moet vernietigen. Met nog meer bommen. Oh, fuck. Yes, we hebben hem. Oké, nog één keertje dan. Oh, dat was hem al. Huh? Oké, prima. 3 sterren. Hartstikke idee. We hoeven alleen maar door naar de laatste wereld. En dan hoop ik wel dat de missies daar niet te moeilijk worden. De meeste missies haal ik gewoon in de eerste poging. Dus ik denk dat het wel lukt. Drive backward across the spinning bridge. If you fall, you're out. Oh, dit is wel een interessante missie. Dit is een interessante missie. We gaan er eventjes lekker heel goed voor zitten. Het idee van heliumbier is wel handig. Je kan het gewoon marketen. En dat iedereen dan heel veel geld betaalt voor dat heliumbier. Oh, fuck. Ik stuurde de verkeerde kant op. Je kan gewoon heliumbier erop zetten. Iedereen wil het kopen. Oké, 10 per biertje. En dan drinken ze het. Huh, het werkt niet. Dan zeg je ja. Maar van Red Bull krijg je toch ook geen vleugels? Zeggen ze ja, dat is waar. Van Red Bull krijg je inderdaad geen vleugels. Dan mag het. Dan mag je ons oplichten. Er is ook een rechtszaak geweest over een man die Red Bull heeft aangeklaagd. Omdat hij er inderdaad geen vleugels van kreeg. Alleen ik weet niet echt wat er van die rechtszaak gekomen is. Het is moeilijk, man. Voor mij gaat die eigenlijk dan nog van richting veranderen. Oh, fuck. Got it. Mission complete. Hoeveel sterren krijgen we daarvoor? 2 sterren. Toch niet maximale snelheid gepakt. Omdat ja, je schommelt toch een beetje. Als je slingert, dan heb je de snelheid bijna nog steeds hetzelfde. Maar je baan is langer. Je snapt mijn punt. Oké dan. Nou, dat is goed genoeg. Oké dan. Get stars and run over 15 Rocky Ranches. Dat zijn die irritante molmannen, toch? Oh, maar was dit de missie toen ik een klein rikje was? Van 12 met een DS, waar ik... Oh, fuck. Waar ik helemaal kapot ging in Mario Kart. Deze missie kon ik gewoon echt niet halen. Omdat ik, weinig kan. Spijtig genoeg. Je moet dus al die vieze molmannen vinden en er overheen rijden. Alleen, ik heb nog maar 45 seconden en ik moet er nog best wel veel. Ah! Oké, ik begin even opnieuw. Zonde van onze tijd dat ik zo'n slecht begin heb. Dat was gewoon een beetje triest. Oké dan. Misschien kunnen we meteen een pakken of zo. Oh, fuck. Ik druk de verkeerde knop. Nee! Nee! Ik was even in de war met welke knop mijn toetsenbord ook weer items gebruiken is. Ik zou zweren dat het die was, maar... Het is backspace, toch? Toch? Het is toch deze? Toch? Oh, het is het wel. Oké. Ik denk dat we beter gewoon geen goede start kunnen pakken bij deze missie. Ik denk dat... We weten dat daar zo'n vies mannetje uitkomt. Kunnen we beter even rustig op hem afrijden en hem dan gewoon even pakken. Yes! Oh, fuck. Fuck dit level. Oh yes. Motherfuckers. Ik heb er nu 5. Oké, dat gaat goed. Het is wel een moeilijke missie, dat wel. Vind ik dan, hè. Ik vind het een uitdagende missie. Het is een moeilijke missie, want mij lukt het niet. Dat is even wat er aan de hand is. Oh, wanneer ze net op het laatste moment voor je wegrijden. Jullie zijn verschrikkelijke wezens. Fuck jou. Oké. Focus. Dedication. Yes. We hebben er al 10 met nog 25 seconden over. We staan goed op de planning. Oh, nice. Verleng je mijn ster even door als je het niet erg vindt. Yes, en de laatste. Maar, dat ging best goed. Netjes, hoeveel sterretjes hebben we verdiend? 1 ster. Het is dus zo dat als je een level overal 1 ster hebt, dan speel je een extra level vrij nog. Voor mij is hij ook op een level gestempeld, wat de laagste rank is die je had. Zoals hier had ik dus eigenlijk overal 1 ster, behalve deze ene. Welke is dit? We have to all 10 numbered gates in order. Oh, dat was die eerste, dat Bowser ding. We kunnen even kijken of het waar is. Ik heb dat namelijk zelf nog nooit getest. Misschien is het meer een ding om in de livestreams te checken, al die extra levels. Op ieder level een ster halen is in ieder geval moeilijk. We moeten hier 30 moonskies halen. We hebben best wel lang de tijd. Dus ik denk dat het vooral wijsheid is om niet zozeer heel snel de munten te willen. Maar vooral gewoon alle munten te pakken. Want als je een munt mist, kost dat echt gigantisch veel tijd. En we lopen nu gewoon qua tijdschema lopen we prima. Gewoon even rustig aan. Gewoon relax. Take it easy. Oh, nu wordt het wel moeilijker, want je hebt echt nul grip op die modder. Ah, ik glij een beetje weg. Oké. En nu gewoon 3 sterren halen. Ja, eigenlijk normaal gesproken moeten mensen al 10 keer terug om meer munten te halen. Maar Rick... You done did it. Oh, yes. Nice. Very good. Oh, ik heb echt gewoon nog een ster gehaald. Oh, ik ben gewoon echt heel relaxed te rijden.
Relax zijn heeft zonder wel eens voordelen. Destroy all 10 atom boxes. Oh, dat is kut. Dat zijn er echt heel veel. Kan ik ook die andere... Oh, mijn motor verneukt. Ik kan me herinneren dat er een ding was. Dat alle itemboxes hebben hetzelfde parcours. Dat je gewoon ergens kan staan. En dat de itemboxes dan vanzelf in je verschijnen. Maar ik weet niet zeker in hoeverre dat waar is. Het zou zomaar waar kunnen zijn. Dat wel. Oh, fuck. Mis ik hem ook nog eens compleet. In het begin kun je gewoon een beetje willekeurig ronddraaien. En hopen dat de itemboxes naar je toe komen. Als je ze raakt. Als je ze pakt in ieder geval. Moet je ze wel raken, ja. Het is best ingewikkeld dit. Er komt er eentje naar me toe. Een beetje om me heen. Motherfucker. Nee, niet ervan af. Ik moet een beetje over de lange stukken door blijven rijden. You bitch. Oh, hij heeft gewoon dezelfde route. Hij rijdt gewoon telkens hier weer af. Oké. Okay. Oh. Oh. Nee. Mamma mia. Oké, dus hebben ze allemaal gewoon een vast rondje. Dat is goed om te weten. Kunnen we daar hartstikke gretig gebruik van maken. Voor de rest nog iets aan die turbo's heb. Je moet eigenlijk gewoon even één voor één die eilandjes afgaan. En dan vind je ze vanzelf wel, denk ik. Maar nu gaat het waarschijnlijk niet meer lukken. We zijn al een beetje... We zijn op de helft van de tijd. We hebben er 5. Alleen in het begin vond ik ze gewoon de hele tijd overal. Waarschijnlijk is er eentje die gewoon hierboven grote rondjes gaat. Die even kunnen vinden. De makkelijke strategie is gewoon de andere kant op. Waarschijnlijk gaan we tegen zo'n rondje in. Of we halen hem even in. Oh! You bitch! Wacht hier wel eventjes. Kom maar. Yes! Oké, daar is er nog één. Ah! Kut. Oh, hij gaat hier rondjes gewoon. Oké. Prima. Hieronder zit er nog eentje. We moeten er nog 33 seconden. Dan moet je wel heel skilled zijn in Mario Kart. Ik zie er wel daar ook nog eentje. Ze weten waar ze zijn. Ja, ik gebruik toch de turbo. Ondanks dat ik dan wel hier vanaf rijd. Het is een beetje een risico dat je neemt. Oké. We moeten er nog 2 in 20 seconden. We maken het spannend. Er zat er hier ergens eentje. Hallo? Oh, daar is hij. Nu de hoofdvraag. Waar is die laatste? Shit. Waar is die laatste? Ik denk bij het groene deel. Dan zijn we nog vrij weinig geweest. Oh, het groene deel waren we net. Oh, I don't know. Misschien zit hij gewoon op de buitenmap. Staan ze op de kaart? Ik kan ook niet switchen naar de andere kaart. Oh, dat is pijnlijk. Tja. Wat heb ik voor mezelf te zeggen? Wat ik voor mezelf te zeggen heb, is dat het in Iran legaal is om je nier te verkopen. Dan denk je dat Iran een verschrikkelijk land is. Nee. Het is Irak met een N en je kan een je nier verkopen. Dat is wel vet. Je kan daar gewoon oprecht met de regering regelen. Yo, ik heb 2 nieren. Een gezond persoon heeft 1 nier nodig als hij goed werkt. Een tweede is best handig. Dankjewel lichaam voor een soort gratis backup. Zo'n persoon heeft maar 1 nier nodig. En heel veel mensen hebben geen nier. Hey, dan geef ik gewoon mijn nier. En wel veel moeite en zo. En dan heb ik wel een risico later als ik zelf een nier mis. Maar dan krijg ik er gewoon geld voor. Je nieren zijn echt heel veel geld waard, overigens. Ik had hier een grafiek gezien met hoeveel geld bepaalde shit van je waard is. Een liter van je bloed is ook gewoon echt al heel veel geld waard. Vroeger kreeg je ook gewoon geld als je bloed doneerde. Probleem was alleen dat het trok heel veel zwervers aan en zo. Die graag geld willen om heroïne te spuiten en zo. En die leven volgens allemaal met heroïne gevuld bloed in. Dus ja, daar hebben ze een beetje een oplossing voor moeten verzinnen. En dat was voornamelijk dat het gewoon gratis is. En je krijgt misschien een roze koek en een handdoek of zo. Dat rijmt! Dat is oprecht wat ik dacht dat je kreeg. Een roze koek en een handdoek. Misschien geven ze het ook omdat het rijmt. Dat zou fijn zijn. Oh! Ik wilde op die ene gaan. Toen zag ik die ander. Nee, nou pakken we die en dat ik ze allebei niet. Verschrikkelijk. Verschrikkelijk liefdes verhaal. Oké, dan. Wat wel geinig is over Iran verder, is dat de hoeveelheid mensen die daar op de wachtlijst staan voor een nier, is 0. In Nederland hebben we een gigantische wachtlijst van mensen die organen nodig hebben. Daarom hebben we sinds kort ook het systeem dat als je doodgaat en... Ik heb mezelf daadwerkelijk nog aangemeld als orgaandonor. Ik had zoiets van, ik heb er toch niks aan. Als ik dood ben, je mag alles van me hebben. Maar er zijn heel veel mensen die hadden geen zin om dat te doen. Terwijl ze het wel wilden. Ze hadden gezegd, oké, iedereen is nu verplicht donor. En als je niet wil, moet je even bewust uitmelden. Dus dan hebben we meer mensen die het zijn. Yay, dat deden we. En ja, goed systeem. Het is voor mij een van de eerste landen die dat doen. Maar in Nederland hebben we nog steeds alsnog een wachtlijst. Meer mensen moeten even doodgaan. Ik hoorde ook iemand zeggen, ik wil geen orgaandonor worden. Want als je in het ziekenhuis aan een beetje doodgaan bent. Gewoon een beetje doodgaan light. En zien, ja, je bent orgaandonor. Maar laten ze je doodgaan, dan gebruiken ze al je organen. Want dan leef je nog. Je moet die organen wel vers hebben. Je kan niet een lijk vinden van een week geleden. En denken, nou, die nier ziet er wel lekker uit. Nee, ze hebben wel bloed nodig en zo. En een hart dat pompt of zo. Dus ja. Iemand zei, ja, ik ga me niet aanmelden als orgaandonor, want dan laten ze je sneller doodgaan in het ziekenhuis. Ik denk, nou, als dat zo is, hadden we geen wachtlijst meer, of wel dan? Ja, weet niet. Maar, Iran, goed land. Op het gebied van organen in ieder geval. Oké, even kijken hoe we dit gaan doen. Woep! Dat is een heel klein... Oh, ik ben net te demonstreren. Je kan een soort klein ploepje doen. Ploep! En dan ga je zo die poortjes heen. Zie je dit zo? Als je op de sliptoets drukt, dan doe je zo... Nee, oh, verdomme! Oké, we beginnen even opnieuw. Dit is wel heel slecht. Je hoort over die 2 poortjes heen te kunnen knallen. We kunnen ook meer turbo's gebruiken. Dat zou ook best wel werken.
1, go! Oh, dit werkt ook. Oké, dan. Prima. We zijn lekker in de sky. Waar zijn die poortjes? Ik vind het niet gehoortjes. Oké, dan. Daar is een poortje. Yes. Oké, dan. We moeten nog een flink aantal doen. Het is ook echt een heel lelijk oud level dit. Maar dat maakt even niet uit. Ook lelijke oude levels hebben rechten. Dat sowieso. Oh, shit. Oh, we moeten hier nog even doorheen. Oh, fuck. Het grootste obstakel is gewoon crashen en dan doodgaan. Ik moet ook weer per se hier langs. Dat is echt vet naar. Moet ik weer overal overheen hobbelen. Oké. Gaan we die kant op. Is daar nog een poortje. En waarschijnlijk ergens in de buurt. Zijn broertje. Yes, daar zo. Oké. Got it. Mission completed. Een B. Het maakt niet uit. Het gaat even niet om... Meden is belangrijk en om winnen. Form 13. Power slide turbo boost in one lap. Dat is best veel power purp de purp boost. Maar... Oh, het is Yoshi Island. Oh joh. Met Yoshi Noel. My man. Hey, dit is prima. Prima te doen. Ik weet niet hoeveel bochten er in het level zijn, maar we pakken er makkelijk 14. We hebben er nu alvast 2. Ik dacht ik doe er 2 in 1 bocht, maar daarom miste ik juist de volgende bocht weer, ja. Doe je niks aan. Oh fuck, ja. Oké, okay, misschien is het iets moeilijker dan gedacht. Oh fuck, ik zit even de verkeerde kant op. Oh shit. Zeg maar, de bocht halen in tijd is niet echt moeilijk. Oh, dit soort bochten moet je vooral opletten. Dan kun je echt gewoon easy 3 pakken. Ja, voor mij lopen we goed op schema. Ik voel me ook gewoon echt een baas nu ik zo aan het slippen ben. Ik voel me Max Verstappen ofzo. Ik denk niet dat Max Verstappen veel Mario Kart speelt, dus of die metafoor helemaal opgaat. Je kan in de racewereld ook helemaal niet een turbo boost krijgen door heel raar te slippen. Je remt voornamelijk gewoon af, denk ik, maar weet ik veel. Ik moet echt stoppen met weet ik veel zeggen. Dat zeg ik normaal nooit en ik heb het deze keer echt weet ik veel al vaak gezegd. Het is gewoon een slecht iets. Oh shit, er moet er nog één. Yes! Het is altijd zo, weet ik veel. En ik denk, ja, blijkbaar weet je niet zoveel, want je zegt de hele tijd, weet ik veel. Dat is een retorische vraag, denk ik, weet ik veel? Nee. Nee, ik weet niet veel. Of zo. Oké, oh. Oké, oh, dit is wel moeilijk. Het ziet er moeilijk uit in ieder geval. Laten we niet een level meteen judgen op hoe het eruit ziet. Dat is natuurlijk een beetje gemeen, maar het ziet eruit alsof je een bepaalde weg moet volgen als je dit zo snel mogelijk wil doen. Maar daar heb ik geen zin in, dus ja, fuck die shit. Ja, een patroon zou wel handig zijn, vooral met die wijzers. Misschien tikken die ook nog weer muntjes bij je ervan af. Dat zal ik zie het ze zo doen. Oh, het is een stervorm, of niet? Die turbo's maken het ook echt niet makkelijker, gewoon. Er komt een grote wijzer aan. Hij is heel slim. Hij is grote wijzer. als de kleine wijzer best slim is, dan is de grote wijzer. Of zoiets. Oké, fuck. Vooral als nu, ja, ik ben nu vooral een beetje de losse muntjes aan het oprapen die ik heb laten liggen. Nou, het is wel fijn dat op de kaart kunnen best wel goed zien waar alle muntjes liggen, dus dat scheelt. Oh, kijk, dit zit wel op, ja. Oké, we moeten er nog maar 6. In 40 secondjes, dat halen wij. Als die wijzers je geen pijn doen. What is love? Oké, daar ligt er nog eentje. Laten we die even meenemen, jawohl. En dan moeten we daar ergens nog 3 stuks pakken. Oké, grote wijzer, fuck jou. Yes. Wacht op dat ding. Oh, shit, ze liggen al een beetje onhandig. Maar... Nice. Da-da-da. Ik heb voor mij nog nooit de laatste eindbaas verslagen. Het is duidelijk Mr. Freeze, die we waarschijnlijk met turbo's in het water moeten beuken ofzo. Een beetje Super Mario 64 stijl. Oeh, we moeten tegen Peach racen in die Peach Gardens. Dat is wel prima te doen, denk ik. Hij is gemirrored, of niet? Ja. Het is gewoon, hé, we doen nog een paar grappige... Oh, hij pakt mijn slipje niet. Ik pak Peach de slipje wel. Oh, seksueel getint. Wat een rare huidskleur is dat. Hebben we nog meer rare feiten om te bespreken in video's? I don't know, man. Ik zit even te kijken. Oh, fuck. Dat moeten we even niet doen. Niet te veel kijken. En dan een geinig verhaal van een man. Dit is het verhaal over een geniaal zakenman en heel veel pudding. Meteen een verhaal waarvan je denkt, ja, dit wil ik weten. Dat was een geniaal zakenman. Die hebben in Nederland ook een systeem met iets dat heet de Air Miles. Dat zijn, ja, als je boodschappen doet en zo, dan kun je Air Miles verzamelen en dan kun je vaak goedkoop vliegen. Voor mij is dat voornamelijk het idee met Air Miles. Je kan ze mij ook inwisselen voor roze koek en handdoek en zo, maar... Het idee van Air Miles is voornamelijk dat je er goedkoop mee kan vliegen. Dan zie je ook vaak van die reclames nu voor 1 euro naar New York met 10.000 Air Miles. En ja, die dingen spaar ik niet. Dat is onhandig. Maar er was een gast, die kwam erachter dat, zeg maar, een euro en Air Miles... Oh, fuck. Je kreeg een euro en Air Miles als je besteding deed van een puddingtje... Oh, fuck. De map is gemirrored. Helemaal vergeten. Je kreeg... Ik moet het even opnieuw vertellen, want het wordt heel onduidelijk zo. Je kreeg... Fuck. Je kreeg 1 euro aan Air Miles ongeveer op een puddingje van 25 cent. Dus die man dacht, hey, wat als ik nou heel veel puddingjes koop, al die Air Miles verzamel en die dan inlever voor een vakantie. Dus hij ging op een gegeven moment naar winkels toe en hij kocht gewoon hele kratten met pudding. 10 winkels was hij afgegaan
En ook nog eens bij die winkels meer pudding besteld. Hij had in totaal €2000 uitgegeven aan pudding. Toen moest hij daar, bij die pudding moest je zelf losse codes eraf knippen of zo. En die moest je inleveren. Het zal oldschool shit zijn. Toen heeft hij het Rode Kruis. Voor mij niet het Rode Kruis, maar voor mij het Leger des Heils. Zeg maar voor dakloze mensen. Had hij het Leger des Heils ingeschakeld. Hij zei, als jullie me helpen met die puddingtjes leegknippen, dan mogen jullie alle puddingtjes houden. Dus een heleboel mensen gingen hem helpen van het Leger des Heils. Die hielpen hem met de puddingtjes knippen. Uiteindelijk had hij heel veel waardebonnetjes voor pudding. Had hij echt heel veel geld. Hij had €8000 aan air miles, of misschien zelfs meer. En het Leger des Heils had hun pudding. Nou was het ding dus, hij had heel veel geld verdiend. Hij had eigenlijk gewoon geld gemaakt vanuit de pudding. Maar het was nog beter. Alle pudding op zich, dat geld kon hij weer van zijn belasting afhalen. Want het telde als een donatie aan het goede doel. Hij had pudding gedoneerd. Oh fuck, niet waterij. Hij had pudding gedoneerd aan het goede doel. Dus hij had eigenlijk... En eigenlijk bijna al het geld van die pudding ging weer van zijn belasting af. En hij had echt heel veel air miles. Ik wou gewoon even zeggen dat deze man een slimme man is. Alle slimme mannen die dit kijken, koop pudding voor me. Want pudding is best chill. Oh! Wat een bitch! Wat een bitch! We moeten even oppassen dat we zelf niet doodgaan in dit spelletje. Ik ga niet nog een keer naaien. Nee. Oké, prima. We hebben het gehaald. Maar één ballonnetje over. Maar een dikke vette B. Prima verdiend. Dit is het einde van de missies. Het voelt niet echt als een episch einde. Oh, ze laten wel echt de credits zien. Anders was het gewoon... Oh, dankjewel. Nee. Er gebeurt iets, denk ik. Mario Kart DS. Het voelt altijd zo lekker als het einde van de serie, weet je. Als je gewoon de credits ziet. Dat heb ik het liefst. Ik gewoon begin met de opening credits van de game. En aan het einde van de serie, de end credits. Dat voelt gewoon goed. Dan is voor mijn gevoel echt af, weet je. Rick, je maakt je series nooit af. Wat is dit dan? Volgens mij zie ik de namen van een hele hoop Japanners. Volgens mij is de game af, vriend. Luigi, Into the Sunset. Oh, that's very cute. Best wel lekker muziekje. Ik bedank jullie hartelijk voor het kijken van deze serie. Binnenkort een XO gameplay waar ik alle banen speel. Ik zat te denken om gewoon de All Cup te doen. Maar dan doe ik waarschijnlijk wel gewoon allebei de cups. Dus gewoon 32 banen in één aflevering. Dat gewoon XO gameplay wordt van nou anderhalf, twee uur. Gewoon om nog even één keer te vieren hoe leuk Mario Kart DS is. Want best een leuk spel. Nou ja, even kijken voor deze serie. Hopelijk heb je genoten. Misschien dat ik binnenkort nog terugkom met nog meer Mario Kart 8. Dat is wel wat vraag naar. Misschien ik wel Mario Kart 64 spelen. Mario Kart Double Dash heb ik nog nooit... Ik heb heel lang geleden gespeeld op YouTube met hele matige kwaliteit. Misschien moet ik dat gewoon weer oppakken. Er zal in ieder geval meer Mario Kart worden op dit kanaal. Geen zorgen. Ik kom terug. Even kijken. Was lachen. Doei!